We wisten dat het een heel sterke ploeg was. Ze hadden verleden jaar in hun thuiswedstrijd maar 20 doelpunten tegengekregen in evenveel wedstrijden. Dus wij kunnen heel tevreden zijn. Hè? En de manier op, ook iedereen was een beetje aan twijfelen voor dat eerste wedstrijd die wat te vroeg kwam. Maar eindelijk is het toch gebeurd zoals iedereen het gelust had. En dus tof, eigenlijk tof. Hè? Wij zien al een verandering in de ploeg. De lijn van de trainer is goed gevolgd. Iedereen geeft hem volledig. Er zijn maar pluspunten. Hè? Hoe zijn de eerste weken met de nieuwe trainer u bevallen? De contacten met hem, de manier van werken? Wel, hij heeft een lijn. Hè? En de lijn is rechtendoor. De spelers beginnen dat te beseffen. Ik veronderstel dat de supporters dat ook zullen zien. En dat dus iedereen weet wat dat hij moet doen. En als hij het niet doet, dan heeft hij wel problemen. Hè? De Four is een joueur dan er ligt. En De Four se donne aux entraînements, se donne à tous les matchs. Et je sais qu'il y a certains supporters qui veulent encore toujours, qui ont un ressentiment avec du temps où il était extrême au standard. J'ose espérer qu'on va l'oublier cette fois-ci. Hein, parce qu'il a montré que c'était un joueur d'Anderlecht. Hein. Et un bon capitaine, vous pensez? Et finalement, un bon capitaine aussi. Donc, je fais d'ailleurs un appel à tous ceux qui encore toujours sont contre lui de pouvoir maintenant le soutenir. Hein. De jeugd is terug in Anderlecht. Hein. En dan moet u wel plezier doen. Absoluut. Hè. Dat is een van de kwaliteiten dat wij gisteren gezien hebben. En het is voor de toekomst.